Welkom terug bij Spider-Man. En ik hoop dat jullie er een beetje zin in hebben. We gaan vandaag weer verder met onze Let's Play. En heb je de voorgaande episode niet gezien, ga hem zo kijken. Was een super toffe episode en die mag je niet missen. Momenteel moeten we daarheen. En dat is volgens mij Times Square. Ik weet niet precies wat daar gaande was. Maar er was iets aan de hand. Waarschijnlijk chaos, net zoals de laatste episode. En we gaan kijken met welke villain dit gaat zijn. Want we hebben er nou twee gezien. En dat waren Electro en Rhino. En dan zijn er een hoop over. Dit is waarschijnlijk... met die... weet je, kijk hoor, die groene. Ik weet niet eens hoe die heet. Er zijn er trouwens twee groen. Vulture en die andere. Ik bedoel die andere. Ik weet alleen niet meer hoe die andere heet. Dan gaan we nou eens zien. Want waarschijnlijk heb ik gelijk. Zoals altijd. Hoop ik. I don't know. Let's see. Oh, er is helemaal niks gaande hier. Er is niks hier. Is hier rustig? What's up? Thought you might need one, officer. You don't know the half of it. Never seen anything like this Devil's Breath stuff. Oh, shit. Yeah. Devil's Breath. News reports say this is where Otto released Devil's Breath. Yes. Might have left some residue I can track. Oh, yeah. Dat was ik nog vergeten. Well. Norman Osborn, a better mayor for a better New York. Shut up. Kan ik dit ding draaien? Oh. Oh, there you go. Some residue on this sign. Maybe I can isolate it. Unknown substance. AT-rich leader sequence. This looks promising. Dit hebben we al lang niet meer gedaan. Dit is wel grappig, though. Je moet een beetje dingen combineren. Vaak lijkt het wat makkelijker dan dat het is. Maar deze is easy. Kijk. Easy Clapperino. Oscorp's modified CPF1. Definitely Devil's Breath. Succes! Moeten wij hier nou zelf ook... moeten wij hier nou zelf ook een antiserum voor gaan ontwikkelen? The trail goes in a few directions. Need to find the right one. Oh. Links of rechts? Wij gaan rechtsaf. Let's go, baby! Waarschijnlijk was het linksaf. Ik kies altijd de verkeerde route. Ah! Heb ik de juiste route gekozen? Oh, we gaan verder. Laat maar. I know! Het is zo lastig, want die dingen die verdwijnen telkens. Als je maar een klein beetje ervan... vanaf gaat. Hij gaat toch verder? Je zou hem verder gaan. Ik hoor by the way wel iets piepen. Waarschijnlijk is er zo'n backpack. Oh, this is moody. Investigate Otto's lair. Dude, ik heb een lamp nodig. Must be some way to hit the lights. Dude, dat is nog een idee voor Spider-Man. Lamp in zijn ogen. Dat is een goed idee. Ik zeg het je. En bam! Let there be light. Wow. Was Otto using this as a staging ground? Chaos of the prison break would have been perfect cover to move in. Ziet er niet uit alsof het van Otto is, though. Right? Nee, joh, dit is niet van Otto. Right? I mean, maybe? Norman. Feel like I can't turn around Otto. Without seeing his face. Oh, well. He smiles for the cameras, collects his accolades. And keeps his boot heel pressed against my neck. Why can't anyone else see how selfish he is? How reckless, how evil. If only they could be made to see the Norman I know. The man behind the mask. Alright. Hij is niet blij. Looks like Otto's been studying Sable's tech for weaknesses. Oh, kom al bekend voor. Ja, dit is van Sable. Ah, smart. Okay. Good old Rhino. My second favorite Russian. Okay, dus die Otto, die zit gewoon al hun spullen te upgraden. Looks like Otto recorded messages for his crew. Volgens mij. Alexei, I've followed your career with great interest. The world sees you as a witless dullard. I see a warrior with a poet's heart. I know you desire freedom from the battle suit you're sealed inside. Help me achieve my goals, and freedom shall be yours. Hè? Hij wil freedom, dan kan hij gewoon zijn pakje uitdoen. Tijd voor for the map. I must have used this map to plan, but it's blank. Unless there's something here I'm missing. Waarschijnlijk moeten wij die lamp aan doen. Huh, nothing happened. Okay. Must be a way to get that lamp on. I mean, hij zit in een stekkerdoos. Is de stekkerdoos aangesloten? Hoe fix ik dit ding? Help. Oh. Dit heb ik gewoon helemaal gemist. Otto's rage is driving him. The neural interface is exacerbating it. But his hate is genuine. Ja, daar heb je die prison. He'll destroy the whole city to hurt Norman. Daar had hij aan meegewerkt, vandaar dat hij zo makkelijk hun kon uitbreken. Maar ik mis iets. Wat mis ik? Ah, dat mis ik. We need some energy. There we go. En nou doet hij het wel. Aha. Markings. Otto's tasked the villains to destroy Oscorp holdings throughout the city. Wij zijn daar geweest. Icarus? What? Going after the Devil's Breath anti-serum. Using Oscorp. Icarus? We hebben er twee gehad. We hebben Rhino en Electro gehad. Dus eigenlijk moeten we nou dus gewoon richting die plek. Vulture doing in Times Square? Waar zijn we net geweest? Need to keep my guard up. Wait, Vulture was niet bij Times Square. Dat was Otto. Scorpion must be trying to poison the city's reservoir. Another Oscorp-owned property. En die andere twee hebben we gehad dan. Rhino's targeting Oscorp's shoreline properties. Oh, wacht. Which is he hitting first? And why? We hebben ze al gezien, maar we hebben ze niet gevangen. Electro's disabling Oscorp power plants. Makes sense. Juist. Oké. Heb ik nou niet alles geïnvestigate? Mis ik iets? Seems like the last stage of the plan is a direct assault on Oscorp. And most likely Norman. Er is nog iets wat ik mis. En blijkbaar is dat dit. Icarus, this is it. This is it. Hello, Spider-Man. Oh god. It's a trap. I'm Otto Octavius. There is no Icarus, is there? No. No. Martin needs no assistance to secure the anti-serum. Icarus was a ruse to get you into position. Uh-oh. Into position? It's a trap! Huh? Jesus! Op het nippertje. Wat is dat voor iets? Huh? Need a lift? Oh, dat is... So refreshing to work for a man like Octavius. Backup plans for his backup plans. Die map, klopte dat dan wel naast het feit dan van die Icarus? Die andere plannen zullen waarschijnlijk wel kloppen. Oké. Traffic's rough. Listen, Lee's gunning for the anti-serum. We need to find Oscorp's Devil's Breath lab before he dies. On it right now. Let him mij. Hoezo blijf ik nergens achterhangen? Oké. Talk soon, MJ. Eigenlijk moet hij die webshooters aan zijn tenen hebben. Dat hij met zijn voet schieten. Daar heb je ze. Time for plan B. Time for plan B. Wat is plan B? Oeh. Dat is nou een team. Ik meen, dat is op zich best wel logisch. Teamwork, beautiful, eh? Teamwork, huh? Beautiful, huh? Wat kan ik tegen hem doen? Dat is een goede vraag. Wat kan ik tegen hem doen? Ik kan proberen erbij te komen, maar ik heb het vermoeden dat dat niet heel veel gaat... Misschien is het gewoon schiet met die webshooter. Oh, ja. Stoep hem! Nog een keer! Oh, execute! Nee! Nee? Lol? Oké, ik mag niet naar beneden. Ik kon hem executen. Wat moet oppassen? Oh, daar heb je die Transformers. Dan laat hij zichzelf mee op. Die moet ik kapot. Kapot! Oh, je kunt gewoon aimen. Dat is waarom ik vergat dat dat... Oh, shit! Gewoon een ding was. Dat heb ik de vorige keer niet gebruikt. Ik zat gewoon die knop te spammen. What are you babbling about? Our long feud ends tonight, insect. Die Vulture is ook wel lastig, omdat hij zo snel is. Nee, was het alles, maat? Ik kon lekker gewoon zijn vleugels eraf trekken als ik wilde. Hey, dit werkt beter dan die execution shit. Spider-Man! I must break you. I must break you. You got it! You got my joke! I'm so happy. Oh, dodge, dodge, dodge! Almost. Dude, dit is... Dit is gewoon niet eerlijk. Oké. Ik moest even dodgen voor die andere. Breek zijn vleugels af! Oké, daar is... Oh, ik moet weer die kant op. Ja, maat. Ik kan gewoon niets doen! Continu dodgen. En dodge. Ik moet zeggen dat het op zich nog wel goed gaat. En dat dodge. Ik kan me niks tegen. Woe. Oh, dan kunnen we hem pakken. Bla! Ja, het gaat echt wel goed. Wacht, ik kan... There we go. A special ability. Waar zijn ze? Oh, onder mij. Maar daar heb je weer zo'n... Zo'n ding. Die ik niet kan raken van deze afstand, want ik zit te hoog. Nog een twee. Nu. Jeez. Ik weet niet of het beter is om hem als eerste uit te schakelen. Ik heb het idee van wel. Oh, snel. Hell yeah, buddy. Ah, dan kijk je daar weer. Psych! Ze hebben elkaar geraakt, nice. Wait. Dit hebben we net gedaan. Wat? Dit heb ik net gedaan! Ik kreeg een laadscherm. Heb ik iets gemist? Ik kreeg een laadscherm en nou moet ik het opnieuw doen. What the fuck? Dat is zo red. Wat? Het kan niet lang meer duren. Het kan niet lang meer duren. Het is een kwestie van tijd. Hoop ik. Oh, execution. Die executions doen zo weinig. Oh, daar hebben we weer. Wacht erbij en ik moet dodgen. Ja, dat is het lastig. Iedere keer als ik in gevecht ben met één, dan moet ik weer snel dodgen voor die attack van die andere, waardoor ik niet echt iets kan doen. Ja, ik ga hem eens even uitschakelen. Ik vind hem irritant. Ah, oké, dat werkte niet. Hallo. Execution. En dodge. Ja, zoals ik al zei, je komt niet aan slaan toe. Hij moet echt als eerste uitschakeld worden, deze hier. Die is gewoon echt irritant. Misschien dat ik die rockets kan gebruiken van die andere. Waarschijnlijk is dat het idee. Oké. Bla. En dan heb je die andere weer. Dude! Dit duurt echt te lang. Oh. Oh. Timing. Hij heeft ook echt een snavel. Uh-oh. Should check on Sparky. Wait. Oh, ik dacht dat het er niet over was. Ah, dat is energie! Ik moet dat ding uitschakelen. Mijn webshooters zijn op. Waarom? Dude! Wat moet ik doen? Dit doet helemaal niks. Oké. Je zou zeggen dat ik toch als eerste dat ding moet uitschakelen. Want daar haalt hij zijn energie vandaan. Om de een of andere reden kan ik daar... Oh, nou wel. Lijkt alleen niks te doen. Ah. Oké, weet je wat? Prima. Prima, we doen het wel gewoon zo. Dit is zo wel, jongen, hè? Hop je mouw, gauw! Misschien moet ik nou erop schieten. Hij geeft wel raar licht. Hoe kan het zijn dat ik continu... Jezus! Continu zonder webshooters zit. Oh, nou doet hij het wel. Kijk. Nou kan hij niks meer, hè? What's happening? Electro's been grounded. Spider-Man, I presume. If you really cared about this city, you'd be helping me expose Osborn for the criminal he is. By killing innocent people? I would have restored the power. You're sick. You need help. I have all the help I need. And we will not stop until Norman gets what he deserves. Ik snap zijn haat voor die Norman Osborn. I get it. Maar waarom dan let ik de hele stad vergiftigen? Like, het is een beetje extreem. Ik heb beter gewoon die Osborn killen. Problem solved. Norman. Ik denk dat op zich iedereen daar wel akkoord mee gaat. Die guy is sowieso super shady. What time? Oh man. Dude. Lig in de regen te slapen. Nice. Ik neem aan dat dit de volgende dag is. Drukke nacht geweest. Yuri. Street of Poison, investigate the reservoir. He was by the reservoir. Rooftop in Times Square exploded. Scorpion? Be related, would it? Nothing gets by you. It was Octavius's staging ground. He's using the villains to pull apart Oscorp. Vulture and Electro were targeting power plants. Scorpion's going after water treatment. Not sure about Rhino yet. Something along the shoreline. That's good enough to start. I assume you're going after Scorpion? Yeah. City's already on the brink. If we lose clean water, we might never come back. I'll update you when I make progress. Ik wil niet lastig doen. Maar zou het niet heel slim zijn geweest van Otto om gewoon fake plannen daar op te hangen? Want die plannen die daar nou hingen, dat waren hun plannen. Dus nou weten we wat ze van plan zijn. Terwijl het ook gewoon een trap was. I'm fine, but you and May are in the middle of it. I don't know. We're busy, but people need help. And I'd rather be doing something than waiting around for somebody else. Ik ga even naar boven. Even ding activeren. Yeah, I heard that. Just make sure you protect yourself. Mask and gloves. And rest every now and then. Mask and gloves. Well, that goes double for May. I can make that woman take a break when she doesn't want to. I'll do my best. Thanks, Miles. Er zijn volgens mij nog twee van die towers. And be safe. Ja, één van de drie. Dus die laatste twee zitten ook in deze district volgens mij. We hebben in ieder geval een beetje overzicht. Wow. Waarschijnlijk kan ik weer wat dingen upgraden. Want volgens mij zijn we wel weer wat levels omhoog gegaan. In de tussentijd. Oh, en hier zit die andere mast. Perfect, ik zag het rode lichtje al. Die enemies doen wel veel damage, man. Kijk mijn health alweer. Is dat een niveau? Proceed to Colombia. We staan hier een beetje uit de route. Even kijken. Netjes. Nou hoop ik dat die laatste op onze route ligt. Want we moeten naar rechts. Dan denk ik dat die mast misschien links ergens zit. Ik zie geen rode lichtjes. Ah, hij zit links voor. Je ziet hem op de map. Weet je wat? Dan ga ik in een bochtje. Ik ga in een bochtje. Eerst naar die mast en dan naar rechts. Ik hoop dat dit de laatste is. Misschien niet, maar... Waar heb je Oscorp? Daar moesten we zo meteen ook heen, volgens mij. Daar is het lampie. Woep. Helikopter. Oh, daar. Surveillance tower. Holy shit. Er staan wel heel veel volle vies. There we go. Volgens mij hebben ze nou allemaal. Hoop ik. We zullen waarschijnlijk al een melding krijgen dan. Denk ik. En we hebben ze niet allemaal, want ik zie er alweer één op de map. Oké. Helaas. Ik dacht dat we er nog drie moesten doen. Blijkbaar zit ik ernaast. Nope. Oh, dit zijn regio's. Oh, oké. Dit zit er hier 3 en dan zit er daar nog 2. We gaan wel even snel verder. Dat komt dan nog wel. We zijn waar we moeten zijn. Wat was dit ook weer? Was dit iets van de watertoevoer of zo? Kan ik me herinneren? Ik weet niet zeker. Het is midden in het park. Beetje een rare plek. Ah. Oh, en ik ga weer even voor een frisse dijk. Dat is hierbij! We zijn dus op zoek naar Scorpion. Had ik dus al vermoeden. Now, if I was a mercenary dressed like a scorpion, where would I be? Hello! Behind you! Behind you! Ik vind dat echt een vet villain. Kun je horen? I'd end it now, but Octavius is paying, and he wants to torture you. He wants to torture you. Ik vraag me af of er meer nieuwe villains zijn. Oh god. Gaan wij hallucineren? Wij gaan hallucineren, of niet? Wow. What the... Dat is sterk spul. A sea of poison? Can't be. This can't be real. No! Must get to higher ground. Yo. But I can't take any chances. Gotta get to higher ground. Kan ik hier gewoon... analyze whatever he injected me with. Ja, dat werkt. Wat ik wilde zeggen is, ik vraag me af of er nieuwe villains bij die DLC's zitten. Want ik heb die DLC's nooit gespeeld. Dat op zich wel nice zijn. Ik moet die eigenlijk echt gaan doen. Als je dat wil zien, laat het achter in de comments. Drop een like, zeker niet onbelangrijk. Oké, should be safe for a minute. We zullen eerst maar eens even de game uitspelen. So I can create an antidote. Een antidote? Oh, dit is weer met die ja, met die dingen. Oké. Kijk, met deze kun je dus bepaalde lijnen wegwerken. En hoe doen we dat? Zo en zo. Kijk. En dan is die andere niet zo heel moeilijk meer. Ik ben een ingenious. Ik weet niet waarom ik video's maak. Ik ben echt geniaal. Hallucinogenic neurotoxin. My brain will create nightmares that my body thinks are real. Oef. I have to create the antidote fast. First, I need a natural steroid. Ook echt al die kranen nou de niet. Eclipta alba plant should do the trick. Is gewoon ideaal. Greenhouse is nearby. Hope it's in season. Kan ik deze sprong halen? Jop. Gelukkig heb ik die double jump. Helpt. Het ziet er best ziek uit zo. Heel de stad onder water. Wacht, het gaat ook steeds verder omhoog. Dat gaat steeds verder omhoog. Oh shit. Ah! Ik moet er binnen. Help. Dude, ik had niet in de gaten dat het waterlevel steeg. Waterpeil. En het plantje is weg. Wait, waar ben ik? Oh, ik ben bij Otto. In het lab. Octavius Industries. Aww. It's just the hallucinations intensifying. You can get through this. Doc? Waarom hebben we zoveel games van die hallucinaties? Dat zie je echt in zoveel games terug. The neural interface affected my mind. My obsessions were always there. But the interface allowed me to. Kan gewoon vliegen natuurlijk, hè? Hier. Wat nou moeilijk doen. Speedrun. I have to fix this. Fix you. Somehow. Ja, we kunnen wel allemaal wandelen, maar kom aan zeg. Ik ben geen amateur. Trying to shoulder the responsibility. Even when there's no hope. Ik vind dit soort dingen altijd wel een beetje raar. Persoonlijk. In games. Hey. Maar we hebben ons plantje gevonden. What's going on? Ow! By the time, but I need an antitoxin. Second component. Permanent antidote. One of Harry's research stations was developing a synthetic atropine. Gotta get there fast. Dude, dat is ook nog eens even 12. Oh fuck! 1200 meter weg. Deadly scorpion tails. Lovely. Thanks, brain. Dit is rare shit. Scorpion. How'd you get this number? Always asking the least interesting questions. Dad, don't call me out my number. What the fuck? Am I calling you? Oh. Maybe. Zit tussen onze oren. Oh. Meow. Real or no? When I cure this poison, I'm coming for you, Mac. Okay, we zijn bij de bestemming. The research station. De research station. Oké, okay, snel dat ding in elkaar flansen. En it's gone. Of course. Was ik te makkelijk. Zijn we weer hier? Komen we dan weer buiten terecht of zijn we dan wel binnen? Even kijken. La! Oh god, waar ben ik? You were too late. Just as you were too late to help. Echt boven het gebouw? This isn't you, Doc. Ah! But it is the me polite society, Valerie. Parts of myself I suppress, but you helped me break those chains. Dit ziet er al super ziek uit. Zo doorheen springt. I'm sorry. Ah, never mind. I'm dead. Wat gebeurt als ik doodga in de droom? Echt dat eens uit. Please, just talk to me. I can help you. Ik ben al benieuwd hoe dat afloopt dan. Like all the rest. Taining me, suffocating me. No. Dit is wel een tikkeltje irritant. Ik zeg je eerlijk. Shine on its own. Ah. Oh. Nope. Ik ga niet dood. Ideas. A rat in my own lab. To think I called you a friend. Dude, what the fuck? I am your friend, Otto. Please. I am your friend. I've always supported you. I always will. Inderdaad. Ik ben letterlijk zijn beste vriend. Letterlijk. Hij weet alleen niet dat wij Peter zijn. Volgens mij weet hij dat tenminste nog niet. Hij zeker. Maar laat maar raden. We hebben nog een derde ding nodig. Now I just need to mix up the antidote. Oh nee, jij moet gewoon naar Otto's lab. Oké, nice. Oh boy. Ja, dat is allemaal fake. Zolang je dat gewoon realiseert, is er niks aan de hand. Niks van dit is echt. Oh fuck! Er zijn wel eens heel veel van die tentakels. Noem je dat echt tentakels van een Scorpion? Ik heb geen idee hoe je dat ding noemt. Angel. Geen tentakel. I don't know. Ik weet niet wat. Ah! Hoe je het wil noemen. Ah! Oké. We zijn bij Otto. Snel met elkaar flanzen. Hij loopt nou niet echt alsof hij haast heeft. Come on, man. Nou, daar gaat! Come on. Ik ben hier niet ready voor, oké? Ik zeg je eerlijk. Waar moet ik heen? Oh. Hè? Waar moet ik heen? Moet ik gewoon met hem gevechten? I guess? Another hallucination. At least he had an imaginary glass jaw. Oh, ik kan er wel heen. Oké, dit is niet leuk. Ik ben zo bang dat je ergens naar beneden valt. Oh boy. En maar dat ik hier eerst weer gevecht heb. Ja! Dat zijn er zoveel. Bring it on, bitch! Oeh, dat is wel nice. You're a loser! Dude. Het is hier 5-1 of zo. Wie is hier de loser? Come on, zeg. Goed! Ah! Is dat de laatste? Oh, au. Dit is zo annoying! Ik heb echt een hekel aan dit soort shit. De kinderen zei, ik heb gewoon een hekel aan die hallucinerende missies. Ik vind dat altijd zo... Hard? That'd be okay in Uncharted. That'd be okay in Far Cry. If I was your uncle, I would have choked in front of a bullet too. Is it lasted? Really developed an attitude. Awesome though. Hope that's the last of them. I can barely stand up. En ik hoop niet dat Tacos in loopt. Of nogmaals, ik weet niet hoe je het noemt. Die dingen. Oh, hier kunnen we de dingen in elkaar flansen. No! Het anti-serum! I think I did it. I did it. Where'd my suit go? What the fuck? I took decontamination a little too far. Huh. I'd better put some clothes on. Much smart. Better. Smart. Let's just go ahead and forget that ever happened. Hey, het voordeel is wel dat we nou niet langer meer problemen hebben met dat vergif, want we hebben dus het antiserum bij de hand. Dat is gunstig. Rhino's Rampage roadblocked. Wat is er gebeurd met die Fisk? Crusader or criminal? En waar is hij heen? Is hij gone? Dat is een goeie. We hebben eigenlijk helemaal niks meer van hem gehoord. Dat is wel een raar iets. En het regent nog steeds. It's still foggy. Letterlijk wat ik zei. I work the last of this poison out of my system before I tackle the other villains. Good time to go on patrol. Weer help. Extra help gekregen. Zijn we ook nog level up gegaan toevallig? Explore the city to bla 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 bla. Ja, weet je. Oh, hieronder is wat aan de hand. Dat is geen crime. Ik ga me daar niet mee bezighouden. Het zal wel. Anders kan ik overal stoppen. Ik zal even deze backpack ophalen. Dus ik weet waar die ligt. Dat is een goeie. Waar is die backpack? Oh. Ik hoor hem wel, maar ik zie hem niet. Ik moet letterlijk hier zijn. Hierachter? Ah, hier is hij ook. MJ, hey. You mind if I toss a kind of thorny ethical question at you? When is it okay to give up on a friend? Oh, wow, Pete. Thinking of Otto? That obvious, huh? Yeah, understandable, though. Man, the high-minded, generous part of me wants to say never. Being a true friend means being there, even when people lose their way. But with what Otto's done, I just don't know, Pete. Hij is echt de ultieme terrorist geworden nou. Like, what the fuck, dude. Daar wil ik geen banden mee hebben. Hallo? Ja. Ja. Thanks, MJ. I gotta process some stuff, I think. Call me anytime, Pete. Ik denk even gaan kijken of we dingen kunnen upgraden. Misschien wel handig. Even kijken. We hebben een nieuwe suit. 2 nieuwe suits. Waaronder deze. Oh god. Die klimt toch heel erg. Deze. Die is gigantisch lelijk. En nog wat nieuwe mods. Biomesh. Absorbs some incoming damage without resetting the combo counter. Ja, dat is op zich wel een handige. Reduces incoming blast and rocket damage. Dude, dat heb ik al zo lang nodig. Alleen kan ik dit niet maken, want ik heb niet genoeg tokens. Dus dat is misschien iets waar we rekening mee moeten houden. Of wat van die crime dingen gaan doen. Gezien we nou toch niet verder kunnen met de story. En ik heb 6 van die upgrade dingen. Dat is wel een hele hoop. Dus waarschijnlijk dat ik hier wel iets mee moet gaan doen. Oh, hier heb ik het ook eerder over gehad. Rocket Return. Juist, dat is vet. Dan kun je ze uit de lucht grijpen en teruggooien. Ja, ik denk niet dat het heel effectief gaat zijn. Maar het is wel een vet attack. Die is wel leuk om te doen. Dus dat zijn 4 punten. En dan heb ik nog 2 punten over. Dit is waarschijnlijk iets wat ik trouwens moet doen. Hou ik alleen niet heel veel punten meer over. Maar dit is waarschijnlijk wel eentje die heel erg gunstig gaat zijn. Ik ga toch die doen. Met 3 punten over. Ground Strike. Ik gebruik het eigenlijk nooit. Het is wel vet, maar... Dit is wel handig. En wat is dit? Die laatste. Ah, dat is 3 punten. Chain Finisher. Ah, oké. Die had ik moeten doen. Daar heb ik spijt. Die had ik moeten doen. Oh. Die had ik moeten hebben. Weet je wat? Dan bewaar ik mijn punten wel. Die laatste 2. Misschien de beste om te doen. Nou heb ik spijt. Die had ik moeten nemen. We hadden wat crime tokens nodig, dus laten we hier even kijken. Hallo! Oké, ja, is... Wacht. Bom. Is perfect. Nog eentje dan, nog eentje. Ik heb er redelijk wat aan die auto vast kunnen plakken. Nog eentje dan. Hatsé. Jij ook? Jij ook. Oh! Ja, we hebben ze bijna allemaal. Nee, je kon het die andere hebben, niet hem. Hallo? Ik kan hem executen, maar ik bewaar mijn... mijn powers. Don't think of it as going back to jail. Think of it as coming home. Ik heb geen één bonus objective gehaald. Dat is dan weer een beetje jammer. Kijk, weet je, het ding is... Ik wil eigenlijk die speciale pakjes wil ik unlocken. Alleen, die punten heb je ook nodig voor nuttige upgrades. En die pakjes zou ik maar gewoon voor de grap unlocken. Misschien dat ik dat het beste aan het einde kan doen. Wanneer we de game hebben uitgespeeld. En dan een beetje van die nieuwe pakjes checken. Ik heb inmiddels 170 health. Realiseer ik me. Dat is gewoon... Dat is bijna het dubbele van wat ik had in het begin. Dat is best wel veel. Damn. Dat gaat volgens mij ook alleen omhoog als je level. Er is niet echt een manier om dat echt te upgraden volgens mij. En daar is nog wat crime. Het zal wel, we zijn bijna bij onze bestemming. En dit was bij Feast. Feast was dus niet afgebrand. Dat zei ik toen nog. We moesten toen naar Feast toe. Toen gingen we ergens anders naartoe. Volgens mij was het appartement van MJ. Want dit is inderdaad gewoon Feast. En dit is gewoon in orde. Het is een beetje vaag. Maar ja, hoe is die? Hoe gaan hier de zaken? Ook die kleding is niet nat of zo, hè? Die ligt daar gewoon in de regen. Right over here. Until Miles gets back, the best thing we can do is keep everyone fed. Oh, Peter. Oh, Peter. I'm so good to see you. How are you? Healthy? I'm good. How are you holding up, May? Good, but busy. I don't know, man. Let me go. Oh, there. Zij is alles behalve gezond. Als je bloed ophoest, dat is foute boel. Did you tell me something once about accepting that I'm human just like everyone else? You and Ben. Masters at turning my own words against me. I am fine, Peter. Oh. Just a little rundown. Where's Miles? Could he help out? No, he is. He's off picking up medical supplies from the relief center. It's amazing how quickly we go through antibiotics. Okay. You stay off your feet for a bit. I'll organize the unloading and check in with Miles. Deal? Deal. Give me a chance to nurse my wounded Parker pride. Ah. You better away. MJ? Oh, Miles, answer. Oh, Miles. Don't make me worry about you and May. Bleep. Spelen we nou als Miles? I knew it. And I named you op, ja rat. So much for a milk run. And a bunch of convicts even do this. Oh. Looks like an exploding bulldozer went through here. I can't turn back. What's that doing? Those antibiotics. You hear the sound his head made? Fine. Oh. Guy hit him like a bug on a window. Ik loop ook dwars door het glas. Need to distract him. Hacking app should work. I heard that. I heard that. There's no way dat ik hier gewoon langs kan lopen. Wel? Oké. Okay. Ik had niet verwacht dat dit zou werken. Waarschijnlijk niet. Ik wilde gok. Oh, kunnen we dat ding hacken? Nee. Wat? Hoe werkt dit? Oh, ik kan het wel hacken. Hoe hack je dat? Oh, dat lampje. Riep, piep, piep. Via rechts. This can stop right now. Just give us the location. More supplies over there. Waar is over there? Oh, daar. Het is wonderbaarlijk dat ik nog niet ben gespot, want ik ren er echt als een idiot erheen. Dude. Kan het dan laag vallen? Oh, dat ding vliegt gewoon weg. Oh shit. Dude, kun je de andere kant op gaan? Please. Ah! Oh, I am... Oh. Ik kan er kant op. Kan ik niet? Oh, daar ding. Ga daarheen. Please. Please, ga naar rechts. Yes! Kan ik er alsnog niet langs. Oké. Okay. Oké. Okay. Wie hoor ik praten? Hadden die mensen hier rechts van mij? Oké, 3 keer scheef zegt. Hier zijn ze. Oh my god. Hoe de hel wil ik die sniper vermijden? Maat. Ik ga er al voor. Ik heb schijt. Let's go, baby. Niemand heeft dat gezien. More supplies. Wederom niet wat we nodig hebben. Wel wat we nodig hebben. Kijk. Antibiotics. Perfect. Ik denk dat... Oké. Dat is om te vertrekken. Oh, daar heb je Rhino. Ik zou op zich best wel als die Rhino een keer willen spelen. Lijkt me best wel leuk. Eigenlijk een soort van Hulk. Op zich kan een Hulk game wel lachen zijn. Ik heb niks met de Hulk. Oh god, er zijn er 2. My associate is inelegant. He doesn't understand the fine art of persuasion. Persuasion! Ah! Dit pak die koffer en verleven. Neemt hij nou serieus één potje mee? Oké, wel meer. Ik kan het zeggen. Oh, dat mag geluid. Check it. Now. Check it out. Oké, we moeten dus gaan sneaken, dat is duidelijk. Dit soort missies werken echt op mijn zenuwen, jongen. Want je kan helemaal niks. Dit is eigenlijk gewoon een horror game nou. Lekker achterlangs. Yes. Oké. I promise not to cross you. Hij zit recht boven mijn hoofd, hoor. Toch? Ik kan niks zien. Dat ging nog oké. Hoe kunnen we nou gewoon volgen? Oh, maar ik moet hier omhoog natuurlijk. Vandaan. Perfecto! Hij zit hier. Kist! Je moet hem afleiden met wat? Maar je kan nog wel langs sneaken. Hoop ik. Of draait hij om? Hij moet omdraaien. Oké, ja. I'm out of here, bitch. Hell yeah. Ging nog oké. Ik hoop dat ik het in één keer kan doen. Ik ben gewoon een beetje bang. Too close. Oh, daar is ze leuk. Go. Oh. Zat dat een jumbo? Jump, bro. Bijna stel. Yo. Heb je me nou gezien? Heb je niet gezien? Oké, zo goed. Oh, random dat hij dat deed, maar oké. Ik kan me afleiden, maar dat ding. Nou kan het gaan. Hoop je dat hij niet om? Net op tijd, yes! Oh. Dat is lullig. Ik kan daar gewoon langs, hoor. Ik kan daar letterlijk rechts gewoon langs. Come on, man! Bye-bye. Go. Dit ging... oh, no way. Ons op een nippertje. I hate Jason Good. Daar zaten wij net in. Dit allemaal voor 3 potjes. Er moet sowieso een makkelijkere manier zijn om die shit te vinden. Let me know I have these. Get off me! Just give us the wallet. Give it us, man. Help! Help! Je kan toch twee dingen tegelijkertijd? Hey, leave him alone. Gewoon even dat hij overgaat in ieder geval. En dan moet je redden. Mistake, kid. Redden! You can't just push people around like that. Or what? Or what? Like this? Kids got guts. Hip squared. Not going to be saying anything in a second. That was a nice hook. Whoa. Who's always saying this KO? Come on, dude. Nah, I'm good, kid. What the fuck? Uso, come on, man. There's no way that he KO is. I gotta work on my fight banner. Miles? Hey, I've been trying to reach you. You okay? Sure. Hey, so, don't freak out, but, I gotta fill you in on some stuff. Okay. Okay, wat gaan we nou doen? Oh, we zijn weer terug met Spidey. Incredible work, Miles. Het is hier bijzonder druk bij Feast. Met die rijen hier in de hoek op. En dat valt mee. Anything else happens here? I'll let you know. Great. Thanks, Miles. Dus, wat is nou... Find Rhino. Dan weten we die is. We hoeven niet te zoeken. We hebben hem letterlijk gezien. Think I know which one he's hitting next. Reports of a possible earthquake and/or demolition derby at the Harlem Center. Sounds like our boy. Headed there now. An earthquake of a demolition derby. Tired, but hanging in there. We'll get through this. Keep the faith. Oh. Dit is wel bijzonder ver weg. 3,5 kilometer. Maar ja, ik kan in ieder geval een beetje rondslingeren, altijd leuk. Ik heb op zich nog wel zin om even een gevecht te doen tegen die Rhino. En ik weet niet hoe lang dat gevecht gaat duren. Maar ik denk dat het laatste gaat zijn. Dit is letterlijk waar Miles net was. Miles Morales. Oh, hier is een backpack, wacht even. Dit heeft prioriteit, boys. Come on. Kijk. Oh. Bottle of spices. What the fuck? Ha. We hebben 16 van de 55. Er zijn echt moken veel dingen die we nog moeten vinden. En er is hier letterlijk rechts. Daar zie je een rooi lichtje. Ik ga even naar dat rooi lichtje. Dat ding is dichtbij. Is verder weg dan ik dacht, maar whatever. Dit moet wel even kunnen. Ik vind het steeds raar dat er niet overal meer bewaking is. De hele stad zou echt in lockdown moeten zijn. Het is ook een soort van lockdown, I guess. Maar je zou meer helikopters verwachten. Militair op straat, zo. I don't know. Ik vind het redelijk rustig, moet ik zeggen. Voor wat er gaande is. I mean, kijk voor mij. Alles staat in de fik. Lijkt wel die riots van afgelopen zomer. Maar ja, we zijn bij Rhino en de andere ding, waarvan ik de naam weer vergeten ben. Scorpion, juist. Als hier. Wat moet je tegen ze beginnen, jongen? Oh. Pick on someone your own size, Rhino. There is no one my side. True. Oh, de Hulk, man, die is hier niet. I mean, het is wel een beetje raar natuurlijk, want je hebt wel... oh, dat is niet wat ik wilde doen. Je hebt wel die Avengers building. Maar waar zijn al die andere Avengers mofo's? Ah, kom hierheen, kom hierheen, kom hierheen. Kom hierheen, kom hierheen. Kom, kom. Ik moet hem lokken. En dan dat ding omlaag. Come on! You little chicken. Blah! Dat werkt perfect. Ik moet eigenlijk gewoon op zijn rug gaan zitten. Hij kan mij sowieso niet van zijn rug afpakken. Hij is veel te groot. Blah! Kom omhoog. Bye. Maar dit is sowieso de beste optie. Gewoon lokken, wachten, ding omlaag. En... bla! Ja. Dit kan niet lastig zijn. Totdat die andere zich ermee gaat bemoeien. Oh, dit werken denk je? Dat ding? Hoe vaak moet ik dit blijven doen? Hij heeft gekke armor aan. Oh. Oké, Rhino. Let's wrap this up. Dat was zo makkelijk. Never send an 8-ton infant to do a man's job. Let's finish this. Let's finish this. Nou begint het pas voor het echt. Nou begint het pas voor het echt. Ik weet niet wat ik tegen hem nou kan beginnen. Naast gewoon blijven doen wat ik al deed. Wow! Met die haak hier? Ik denk dat het op zich een goed idee is. Oh, fuck! Come on. Nee, niet met kisten gooien. Niet doen. Hoe kan men die haak doen? Ah, ik wil die haak proberen. Godsamme. Wat doet die haak? Oh, dat werkt wel. Ik had verwacht dat dat ding te ver weg zat. The Scary Six. Nee, ik kan echt het beste als eerst even die andere uitschakelen. Die Rhino. Want die is volgens mij bijna... KO. Hij is ook niet zo... slim. Ja, die andere die is gewoon echt heel erg irritant. Ik ga even weg. Even een rondje vliegen. Wacht. Oh. Ik heb hem nou. Voor nu in ieder geval. Eén keer. Execute! Dude. Luister boys. Zou het niet een fantastisch idee zijn om die angel van hem in zijn eigen romp te steken? Dat lijkt me een geweldig idee. Ah! Hij leert het ook niet, hè? Continu hetzelfde. You're dumbass! Oh. Heb je hem weer? Oh, dude. I'm not ready! Ja, nee, slaan heeft echt geen enkel zin. Die haakt daarentegen wel. Blop. Oh, we kunnen een execution doen. Hé? Eenmaal? Oh, ik denk dat komt nog een keer. Ah, oké. Dat was alles. Ik heb echt het idee dat ik me misschien moet focussen op die andere, maar... Die Rhino moet echt elk moment gewoon... KO zijn, right? Black. Het ding is wel... Die Scorpion is meer van de range attacks. En van dichtbij kan hij niet veel. En bij die Rhino is het precies andersom. Kom hier. Die haakt. Die haakt! Die haakt! Dank je. Je moet gewoon die helm van zijn kop afrukken. Ik moet weg hier. Ja, ja, dat is letterlijk wat ik bedoel. Oh. Er is weer een haak. Surprise! Ja, ik blijf continu hetzelfde herhalen. Er lijkt weinig vooruitgang te zijn. Oh! Hij is KO! Wait, dat is goed nieuws. Scorpion's down. Now's my chance. Scorpion's down. Die andere is down. Rhino bedoel je? De Scorpion. I mean, eigenlijk ook. Do you know what Octavius will do if he finds out you failed? I failed. I failed. Ooga booga. Yes, you freak show. Het zijn allemaal freaks. Oh, ze worden gek op elkaar, natuurlijk. Oh god. Luister. There's no way dat die Rhino daar niet doorheen kan beuken. There's no way. Alright Yuri, that's 4 down. Just Octavius and Lee left. Something tells me they won't be as easy. They're only half our problem though. Devil's Breath cases are getting worse and Oscorp is being coy about an anti-serum. I'm worried they're seeing dollar signs in a seller's market. I'd expect nothing less from our beloved mayor. Die gaat voorspoedig dan. Ja, er zijn dus nog maar 2 villains over. Hey, I've been through the city, state, and federal databases. If this Devil's Breath lab does exist, it's off the books. The only other place I can think to look is in Norman's personal files. I've already been through his office computer. Backpack? Are you thinking his penthouse? That building's full of samples, man. If they spot me, other residents could get hurt in a firefight. I know, but I might be able to get in undetected. I can sneak in, find the lab's location, and get out. If anything goes wrong, I'll call you for backup. Okay. Hoe kan ik aan zijn richel hangen? Oh, ik kan er hier ook bij. Wait for me to get nearby, then make your move. I'll be ready. Sorry dat ik niet heb geluisterd. Wat was de bedoeling? Sorry. Dat is bezig, oké. Ik ga gelijk weer even naar die andere mast. Dan hebben ze volgens mij bijna allemaal gedaan. Ik denk dat we ze even allemaal gaan doen. Dat is een goeie. We hebben dat gewoon gehad. Dan is het klaar. Dit is al vet trouwens. Kijk dan al die stijgers die ze gebouwd hebben. Dat is wel sick, hè? Het zou me best wel vet lijken om een soort van survival game in New York te hebben. Een soort zombie survival game. Het is een beetje wat je nou hebt. Het is niet echt apocalyptic, maar alles is wel naar de gort. Dat is wel gaaf. Tof idee. Als iemand dat wil maken, op zijn minst mention mij in de credits. Volgens mij moet ik nou dus nog één zo'n mast. Kijken. Twee. Oké, weet je wat? Ik ga eerst naar die. En dan zijn we letterlijk bij die andere missie. Ik weet niet of ik die andere missie nog ga starten. Waarschijnlijk wel. Alleen... Ik wil niet halverwege een grote missie dadelijk stoppen. Dat is een beetje het lastige. En ik heb zo'n vermoeden dat het een lange missie gaat zijn. Zien wij al 4 van de 6 van die villains hebben verslagen. En iedere keer zijn ze met z'n tweeën samen. Al denk ik niet dat Martin Li echt samen zal zijn met die Octavius. Dat is een beetje raar. Dat zijn niet echt van die types die samen zouden werken, denk ik. Of ja, direct samenwerken. In principe werken ze samen. Je snapt wat ik bedoel. Daar heb je Raft. Hé, daar is dat crime hieronder. Hallo. Ik ga me er niet mee bemoeien. Zoek het lekker uit. Ik zat te twijfelen. No. En daar is onze laatste mast. En we eindelijk overzicht. Oh, is daar. Hallo. Is deze dan moeilijk? Waarschijnlijk niet. Nope. Zo simpel. Maar, wat gaan we nou doen? Ik sta er letterlijk naast. Wat is dat? Gaan even kijken wat die missie is. Volgens mij ging dit over dat serum. Dacht ik. Niet over die 2 villains. Ik zou even naar binnen kunnen sneaken. Ik kan het niet laten. Ik ga even weer binnen kijken. Ik ben gewoon nieuwsgierig wat daar is. Thank you. Maybe it'll help keep the city a little bit safer. Every little bit helps. You think we're gonna make it, Yuri? We're gonna make it. But I'm not ready to give up yet. Me either. Oké, hier zijn we dan. Okay, MJ, I'm a couple blocks away. Let me know if you get into trouble. Ik hoop echt niet dat ik een hele grote missie gestart heb. Anders wordt het een hele lange video. Thanks, Pete. Wish me luck. Oh nee, niet dit weer. Okay. Norman's penthouse is on the top floor. The elevator's on lockdown. Okay. Need to get into the security room to unlock it. Oh, we gaan sneaken, boys. Osborn really lives here? There's the security room. But that Ninja Jane is back at it again. Maybe I can rile them up to create a distraction. What do you put up some back slam? What's up? Left my stupid inhaler upstairs. I heard they'll let you up if you claim special circumstances. The health emergency might do it. Really? Really? Let's go talk to security. Moet ik nou meer mensen een beetje opjagen? Let us back upstairs. Let us back upstairs. Why is Osborn down here? This sort of thing never happens to him. The mayor and his friends are exempt. Security let one of his biggest donors back upstairs right away. I knew it. I knew it. Dat is sowieso ook gewoon hoe het werkt. Dat is gewoon hoe het is. Every second we stay down here, we risk catching that plague. True. Definitely stay away from the receptionist. Been coughing up a storm. What? They have to let us back upstairs. That should do it. Dit lijkt me nou niet echt het type mensen die echt een rel zouden veroorzaken. Oh, de deur is open. Just need to get to the door without being seen. Everyone, please stay calm. Sable International has nearly finished their sweep. Sure, buddy. What the fuck? Okay, and taser. I know a few Sable agents who would love to meet you. We're in charge now. Okay, I'm gone. Dat is niet echt hoe zo'n pistol werkt, right? Status clear. Dit is gewoon een taser, maar dan in de vorm van een pistol. Nicky. Imagine zo tussen zijn benen. Alright. Hoe gaan wij boven komen? Dat zal nog wel even duren. Huh? Who's there? Who's there? It's me, your worst nightmare. Blah. I'm sure Sable ik wil gewoon zo'n gun pakken. Elevator controls in the security room. Next to the Sable agent. Ja. Ik denk dat we deze ook maar gewoon taseren. We taseren gewoon iedereen. En dan niemand heeft het gezien op die camera's. Super spy. Time to unlock that elevator. Blip bloep. Oh, dat is die Sable chick. She crazy. That did it. Norman's clearing out. And the elevator's unlocked. Time to head upstairs. Dit gaat fout. 3, 2, 1. Elk moment. Staan we face-to-face met hun bedden. Oh. Niks aan. Niks aan. Penthouse elevator. Oh, dit is wel vet. Water binnen zo. Zo'n waterval. Dat is wel dope. Norman en Sable. Right on cue. Find the alarm technician. Fuck. Dat scheelde weinig gek. Holy moly. Stupid useless button. Oh. Dit hadden we beter over kunnen laten als Spider-Man. Ik zweer het je. Die kan gewoon via een luikje naar binnen klimmen. Klaar is Kees. Probleem opgelost. Maar zij wil weer zichzelf bewijzen. Wijsneus. Norman's guards have all cleared out. If he's hiding something up here, I'm gonna find it. Dit is wel een cozy room. Het is super groot, maar het ziet er super cozy uit. Waar zijn wij nou op zoek? Waarschijnlijk een geheime doorgang ergens. Help? Oh, hier ligt er iets. Wat is dit? Een briefie? Work order for keypad lock. Looks like he used Harry's last day as the code. That must be the day Harry left for Europe. Alsof een code, Harry's last day. Moet ik die datum vinden? MJ, Sable presence downstairs just ballooned. I think Norman's being moved. Worried they might spot me. I might have had something to do with that. Keep your distance. I should be okay for now. Die boeken zijn een beetje sus. Waarom geven die boeken licht? What the fuck? Hey, blueprint. Blueprint for the apartment. Tons of empty space right behind the wall with a family portrait. Who leaves space unused in a Manhattan apartment? Aww. Goed punt. Oh, wat is die helm? I think it's al vet. Oscorp. Schematics for a prototype combat mask. Looks like it can reveal structural weaknesses. Lijkt letterlijk op een Iron Man mask. Letterlijk. I mean, het is een helm, dus ja, wat... I mean... Kan ik dat ding opzetten? Oh, dan zie ik ze... Oké. Okay. Wow, this mask is incredible. Is it showing a door hidden in that wall? Wonder where it leads. Hoe de hel kunnen wij die deur niet zien? Je moet die naden zien, right? Waar zijn die naden? Oké, er loopt wel naden trouwens gewoon in de wand. Okay. Norman bids his son farewell. This must be from when Harry left for Europe last year. Why was Norman so dramatic about a trip to Europe? Wat is dat op de tafel? Secret keypad behind the family portrait. Wat is de datum? Norman must like spy movies. Wat is de datum? Want ik weet de code niet. Find a keypad code. Ja, we weten de keypad code. Dat is toch... Zijn laatste dag voordat hij naar Europa ging. Norman could be back any minute. Need to find that keypad code. Harry's last day. Ja. I know he left last summer, but... Oh, je weet de datum niet. Harry kept a journal. Maybe he recorded. Harry said his mom used to cook all the time. Nice dialogue. I'm surprised if Norman has ever even touched the stove. What's it? Norman locked up Harry's room, wants it untouched for when Harry returns from Europe. Is er een datum? But where did he put the key? Check die vloer, gek. Holy shit. Dat is een spiegel. Damn. Maar we zijn dus op zoek naar zijn dagboek. Moet ik hierdoor? No way. Waar vind ik zijn dagboek? Boys. Volgens mij hebben we het gevonden. Investigate? This is kind of cute. Norman keeps all the campaign buttons from his races. That's best fit. There's one for school board. And he's left room for more. Setting your sights higher, Norman? Maar is dit niet zijn slaap... Oh, dit is de slaapkamer van Norman zelf. Harry's mom, Emily. We used to make fun of him for calling her the prettiest mom at Midtown, but he might have been right. Key. Score. This must be the key for Harry's room. Maar waar is Harry's room? Dude, wat is dit voor badkamer, gek? Oh, we weten wat dit is. Now I feel sad. Ja. Dit is echt een gigantisch appartement. Het is zelfs echt te groot ook gewoon. Het is niet echt gezellig. En we hebben hier nog een schilderaadje. Wat cute. I used to be so jealous of Harry's family. They were so happy. Dude. At least compared to me and my dad. Ik ben nog steeds jealous. Oké. Everything changed. Oké, well, that's fucked up trouwens. Oké, never mind. Let's go! Zo kan je dus alles hebben en niks tegelijkertijd. Can't be for Harry, can it? What? Is dit zijn... Harry's journal. Journal, ja? Yeah? Waarom ligt dat hier? His last entry is marked July 18. That must be the code to that room. Yup. Ja, ik ga dit niet lezen. Spijt me. Ik wil het op zich wel lezen. Jullie mogen lezen. Pauzeren. Lees het. Succes ermee. Deze episode is gewoon waarschijnlijk bijzonder lang aan het worden nou. Deze missie is een stuk langer dan ik had gehoopt. I am saying we should not rush off without a plan. We? You are staying here. You. The antiserum's ready, and I'm going to supervise production. You will be completely vulnerable without me. I seem to be completely vulnerable with you. I'm going alone. End of discussion. I mean, ze mag wel mee. Keep Team 2 on standby. I'm getting some air. Kijk, als hij dat antiserum uitbrengt. Norman's cure is ready. He's headed to the lab it's at now. Can you follow? Not without alerting him. Somebody spiked Sable's coffee today. Her men are set on double secret probation alert. Hoe kom ik daar ongezien? I've almost got the location. Oh, we hebben lures. En we hebben die taser nog. Maar ja, als hij dat op de markt brengt, dan is hij gewoon direct verkozen. There's no way. Dat hij niet herkozen wordt. Of gekozen, whatever. Control, I heard something. Nope. Nope, 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 nope. Nope, 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 nope. Die kant op. Die kant op. Die kant op. Draai om. Draai om. Misschien moet ik gelijk naar links sneaken. Whatever. Hij ligt hier echt. Hij is gewoon in slaap gevallen, Kanto. Oké. Oké. Ik moet omlopen. Ik denk dat we deze eerst moeten uitschakelen. Staat mooi in zijn uppie. Lopen rechts om. Er is nou wel een enemy minder volgens mij. Net waren er 3 en nou zijn er 2. Hij heeft dat lichaam gezien. Ik dacht even dat hij mij had gezien. Naar de code. Bliep, 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 bliep. July 18. Bingo. Zit Orman. Os. Weet je weer? Norman. Niet Orman. Norman. Super creepy. Was hij hier niet binnen gegaan? Ik dacht hij hier naar binnen ging. Of the Devil's Breath lab. Something in this room must be useful. The brains. Weet je wel? We beginnen hier. What are these things? Prototype hand grenades? Granada! Zit toch iemand? Zit er iemand in? Oh. Wow. Wat hebben we nu hier? Is the fancy map contest. Looks like the Upper West Side. Looks like Norman's tracking Dr. Michael's movements. Creep fest. Kind of makes sense though. Huh. This shows all of Oscorp's properties. Had no idea they owned so much of New York. Not bad. Sable troop deployments. Daar moeten wij mee. They're stationed all over the city. I bet I can find the Devil's Breath lab with this. You sure? It must be an Oscorp property with a ton of Sable protection, frequented by Dr. Michaels. I mean, dit is en dat gebouw. Ik denk dat daar dan moet zijn. Looking for a heavily guarded Oscorp building that Dr. Michaels visits. Dat moet dit zijn, toch? Het ligt op de route. Het gebouw is van hun. Hè? Waar anders? Daar? Maar dat is niet beveiligd. Bravo, bravo. Oh! And ik kan die dingen changen. Alpha team. Devil's Breath Lab must have a big Sable presence. I commercial see. Buildings. Oh. Ja, ja, oké. Nou zie ik wat er aan is. Oh, daar. So many records facilities. Daar is het. Overduidelijk. GR27. That's the codename for Devil's Breath. This is it. This is it. Cathedral. Isn't that? Huh? I knew it. 10th and Cathedral, Oscorp's Records Department. Perfect place to hide a secret biotech facility. GR27 Martin Li incident. Huh? What is this? And we are rolling. I will be right next door. Just relax and let the medicine do its work. 宝贝，不要担心，不要害怕，妈妈在。这个会治好的，放心。那怎么了？发生了什么事？怎么可能？给妈妈呼吸！靠！快逃！Is dat die vrouw van Martin Li? Is dat de reden waarom die Martin Li zo obsessed is? Het experiment ging verkeerd? Who the fuck? What have you done? What have you done? Oh my god. Jesus. Norman and Otto. They started all of this. They created Li. He's basically sticky to him. Head up a spinner. What? Hello. No. Oh, I don't like spiders. Oh, no. Come on. Die moet je eigenlijk eerst altijd verwijderen en niet gelijk de USB-stick eruit trekken. Dat is niet goed. Dat is ook niet het eerste wat je doet. Even achter die tafel kijken. Damn it. Oh no. Dit is een vieze spin. Ding is goor. We have a breach. High alert. Oh, dat ding is vies. Er zijn er meerdere. Oh, ik heb de rillingen. Oh, er zitten er zoveel. Dat was creepy. Moeten we hier nog weg zien te komen? I've got the lab location. And a lot more. How far away are you? 2 avenues over. Say the word and I'm there. Great. Keep the motor running. Go to the balcony. Waarom is deze missie zo lang? Waarom wilde ik deze missie nog even snel doen? Ik ben eigenwijs. We moeten naar het balkon. Dat is hier links toch gewoon? Oh, er staat iemand achter mij. I'm dead. It's over. It's over. It's over. It's over. I'm trapped. Kan ik hier nergens in onderkant? Prachtige verstopplek. Dan zie ik alleen niks meer. Is de kust veilig? Draai alsjeblieft om. Dank u. Er zijn er sowieso nog meer die ik nou niet zie. Achter mij bijvoorbeeld. Oh, ik wil niemand tezen, want ze gaan die lichamen vinden. 100%. Het is zo fijn dat hij zo donker is. Ze kunnen mij niet eens zien. Need to clear that balcony. Oké. Tango down. Oké. Ja hoor. Sure. Pete, you here? Come on. Zo ver gesneakt. En dan dit. Oh, en daar heb je die chick. Hi. I'm out of here. Bye bye. Wait, hold on. It's too late. You're out. I got a job. Dat is ballsy, dude. Dat is ballsy. Wow. You are crazy. That was insane. You're amazing. Holy shit. Nou, we weten in ieder geval waar we de volgende keer moeten zijn. Dus dat is mooi. En we zijn weer bij Feast. It's also zeg het eens. Oh, ze heeft het al uitgelegd. Norman and Lee en Dr. Octavius? I know. This is all my fault. Is it though? Why? Not the song again. You are not alone anymore, Pete. Let Miles and me look after Feast. You find Norman. You find the cure. I will. Thanks, partner. Dat is trouwens meer Batman, hè? Alright. Deze episode was veel te lang. Misschien dat ik hem op de een of andere manier nog een beetje nice edit. Dat hij niet heel lang is. Oh, no. Oh, ik vind dat zo naar. Dat zijn echt hele vieze spinnen. Zijn we level up? Wallig? I have to get that anti-serum and start putting things right. Level 36. Jesus. Convince them to give up this crusade for revenge. They've both done so much good for the world. Okay. They can't throw their legacies away just to spite Norman. We hebben nog een extra skill gekregen. Ik wilde nog iets unlocken. Dat ga ik even snel doen voordat ik het vergeet. Ik heb er 6. Was dat deze die ik wilde doen? Yeah. Oké, we hebben nog 3 punten over. Dat zien we de volgende keer wel. Ik ga de video beëindigen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Vond je het leuk? Laat sowieso een likeje achter. Abonneer voor meer. Klik op de bel. En hopelijk tot snel. Houdoe.